zou u wat willen verzekeren? Mijn billen zou ik willen verzekeren. U wilt uw billen verzekeren? Wilt u dan gewoon uitnodigen om hier op kantoor te komen en eens even te bekijken wat we voor u kunnen betekenen? Ik vind het wel raar dat u zegt dat ik naar kantoor moet komen om mijn billen te laten zien. Nee. Ik heb het gevoel dat ik in een radioprogramma zit. Nee, maar u hoeft niet naar kantoor te komen om uw billen te laten zien. Ik zou u graag willen ontmoeten en met u het gesprek aan willen gaan om te kijken wat we voor u kunnen doen op verzekeringsgebied. Wat wilt u laten verzekeren? Ik wil mijn billen verzekeren. Dat kan. Wat zijn de kosten? Dat weet ik niet. Moet u even langskomen. Ja, moet ik ze dan ook laten zien? Ja. Oké. En dan? Dan zullen we kijken maar wat we kunnen doen. Ik zou graag mijn billen willen laten verzekeren. Billen? Ja. Noodvoort. Voor wie is het voort? Dat moest. Ik zou graag mijn billen willen laten verzekeren. Dat kan alleen als u J-Lo billen heeft. Ja, dan moeten we toch eerst een inspectie aan de billen doen. Oké, en wat voor inspectie is dat? Nou, die voer ik graag zelf uit, dus als u even langs wil komen. Oké, en wat houdt dat precies in? Nou, dan ga ik even checken of ze inderdaad zo mooi rond zijn als die van J-Lo. Oké, en wat zijn de kosten? Van de inspectie, dat kost niks. Oké. En afhankelijk van de staat van de billen bepalen we de premie voor de verzekering. Oké, en wat is het, waar moet ik ongeveer van uitgaan? Welke premie? Nou ja, zijn het hele mooie billen, dan wordt de premie echt wel €500. Maar het zijn uw billen. Ja. Ja. Mijn billen verzekeren bij u. Nee, dat gaat niet. Ik zou graag mijn billen bij u willen laten verzekeren.